Okay, graad 12, nou dat ons klaar die reststelling gesien het, gaan die faktorstelling baie makkelijk wees. En om dit vir jou te verduidelik, gaan ek begin met die reststelling weer. Nou die reststelling het basis die volgende uitdrukking gehad, ons het so iets gehad, het gehad fx is gelijk aan gx maal kx plus r. En daar die r was een waarde andersins as 0, en dat is ons die reststelling gehad. Kom ek skryf met een bietjie in een ander vorm, want dit gaan nie help om te verstaan. So kom ek skryf gauw het eers. Kom ons sê fx is gelijk aan x kwadraat minus x minus 6. Dan weet ons, ons kan hom faktoriseer, en het word x minus 3 maal x plus 2. En jy kan sien die res is 0. Hoekom? Want hierdie al 2 is faktore. Ons sê ons faktoriseer, dit wat vandaan kom. So net om gaf julle te toets, dat het so is, so let sien, ok, gaan ons van hier af, as hierdie gelijk was aan 0, dan het ons van hier af x min 3 gelijk aan 0 gestel, en dan het ons, want het is so gelijk, dan kry ons x gelijk aan 3, en aan die kant, so ons x gelijk aan min 2 gekry het, so kyk nou wat gebeur die oomblik, as ons hierdie in die vergelijking in vervang, dis nou in hierdie oorspronkelike vergelijking, so jy het nou 3 kwadraat minus 3 min 6, en dit is dan gelijk aan 9 minus 3 min 6, en dit is gelijk aan 0, wat vir jou bewys is, dat hierdie een faktor is. Ons kyk aan hierdie ander kant, min 2 kwadraat minus hakkie min 2 min 6, is gelijk aan 4 plus 2 minus 6, is gelijk aan 0, wat vir jou bewys, dat x plus 2 een faktor is, en hier is een bewys, dat x min 3 een faktor is. Nou met daardie verstaan, kom ek vat jou weer terug na die reststellingse uitdrukking, en ek gebruik dit, om die faktorstelling vir jou net te wys. Met die reststelling, het ons het so geskryf, ons het gesê, die funksie, is gelijk aan a hakkie ax min b maal kx plus r. En dan onthou julle, ons het hierdie hakkie gevat en ons het uitgewerk dan x is gelijk aan b op a. Weet as jy nou die hakkie gelijk aan 0 maak. En dan het ons gesê, as ons binnen in x se plek b op a invervang, dan kry jy die res. En dit is basis die ruggraat van die reststelling. Ok, so dit is belangrik. Nou, vir die faktorstelling gaan hy precies die selfde lyk. Al verskil, dus dit gaan nie gelijk wees in die res nie, dit gaan gelijk wees aan 0. As dit gelijk aan 0 is, dan weet jy, dit is een faktor, en hierdie is die ruggraat van die faktorstelling, waar die eerste een die ruggraat is van die reststelling, en dis basis die enigste verskil. So ons gaan nou kyk na een of twee toepassings. So in die handboek is daar so by oefening 3, ek gaan sommer nummer 2 gebruik van oefening 3, en al wat hierdie basis vraag, as hy sê, bewys dat x min 2 een faktor is van, en dan gee hulle die uitdrukking. So die uitdrukking is x terwyl mag 3 minus 2x kwadraat plus 3x minus 6, en hulle vraag jou bewys dat x min 2 een faktor is. So as eerste stap is om te sê x min 2 is gelijk aan 0, so x is gelijk aan 2. So hoe ons gaan bewys dat dit een faktor is, is as ons 2 invervang en hy is gelijk aan 0, dan is dit een faktor. So, dit is wat ons nou gaan doen. So 2, tot die mag 3, minus 2, hakkie 2 kwadraat, plus 3 maal 2 min 6. So 2 tot die mag 3 is gelijk aan 8, minus 2 kwadraat maal 2
is weer eens 8 plus 6 minus 6 en dit is gelijk aan 0. Dit wil sê x min 2 is 'n factor. En dis die toepassing van die factorstelling. Ander manier hoe hulle hierdie kon vra is hulle kon gevra het bewys dat hierdie uitdrukking x ter mag 3 min 2x kwadraat plus 3x min 6 precies deelbaar is deur x min 2. So dan kon jy op twee maniere uitgewerk het. Jy kon of gegaan het en langdeling gedoen of sintetiese dele, of jy kon net eenvoudig die factorstelling toegepas het. Want as hy precies deelbaar is deur x min 2, dan is dit mos 'n factor. So dan jy kon net hierdie toegepas het in plaas van die langdeling pad te vat. Ok, so maak seker jy kyk die volgende video, wat gaan oor sintetiese deling en langdeling, wat is die verskil en wat is dieselfde, wat is algemeen vir al twee, en dan van daar af gaan ons kyk na een of twee ander toepassings van hierdie resstelling ook.